Hallo allemaal! Hallo! Ik ben Rutger en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe februari video. Ik ben vandaag herenigd met Denise en we gaan een hele bizarre challenge doen, namelijk de... Best Friends Egg Roulette! Oh nee! Ja toch? Ja! Oh! Ja! Rutger en ik zijn beste vrienden, zoals je in de Best Friend Tag eerder al gezien hebt. Maar vandaag gaan we een stapje verder. Een flink stap verder. We hebben voor elkaar ieder 4 vragen bedacht. En ik stel straks een vraag aan Rutger. Als hij het antwoord weet, is er niks aan de hand. Maar... weet hij het antwoord niet, dan hebben we hier een kip staan. En de kip heeft eieren gelegd. Zeker weten. Genoeg eieren. Het leuke aan de eieren is, sommige zijn gekookt. Leuk. En sommige niet. Maar andere weer niet. Als je dus een vraag fout hebt, moet je een ei pakken en die op je hoofd kapot slaan. En ja, dus het is de egg roulette. Laten we maar beginnen. Tijd voor de eerste vraag. Heel zenuwachtig ben ik. Ja, ik ook. Voor jou. Oké. Ik had altijd parkieten in mijn leven, tot een jaar geleden. Ja. En altijd als er één dood ging, kocht ik weer een nieuwe, maar ze hadden altijd dezelfde naam. Ja. Wat is de naam? Oh, ik twijfel enorm. Shit. Wacht, ik had hem Sieneke genoemd, jouw laatste. Oh ja. Toen je een naam wilde bedenken. Volgens mij heet hij Pluk. Pluk of Jip of zo. Nee, Pluk was het volgens mij. 3. Ja, Pluk. 2. Ze heette Pluk. 1. Oké. Dat klopt, maar het is niet het goede antwoord. Waarom? Ze heette altijd Jippie. Nou. Maar jouw laatste pakiet heette... laatste heette Pluk, ja. Maar dan heb... Ja, dat was niet hoe ze altijd heette. Wist je dat niet? Allemaal blauwe parkieten. Maar deze was groen, dus dat is denk ik... Dus ja, je moet eraan geloven, Rutger. Nee. Kies maar een eitje. Oké, hier ga ik even voor klaar zitten. Ik durf niet, ja. 3, 2, 1. Ah! Oeh! Huh? Wat? Is hij... Huh? Gelukkig, ik voelde alsof hij zacht was. Oeh. Wat eng. Kom, mijn eerste vraag aan jou. Best moeilijk is dit, hè? Ja, ik voel... Weet jij ze uit je hoofd? Nou, ik de eerste vraag. En dit kun je gewoon nu zien. Oh, aan jou. Ja. Hoe lang ben ik? 1,92 meter. Wat? Nee, ja, bedoel ik, ja. Oh, waarom weet je dat? Zo goed weet ik dat. Shit. Dat vind ik best knap van mezelf. Ja, dat een vind ik heel knap. Had ik. Dan is het dus tijd voor de tweede vraag van mij aan jou. Wat wil ik later worden? Oh, ja, dat weet ik. Ja? Nou, ja, volgens mij wil je een eigen lunchroom koffiezaakje hebben. En ja, volgens mij hebben we dit eerder besproken een keer. Ja, toch? En toen had je het ook fout. Oh. Huh? Dat moet je erin monteren. Toen had je hetzelfde antwoord. Ja. Waarom vraag je het dan nog een keer? Omdat ik niet Omdat luister. Je het niet weet. Wat is de droombaan van de ander? Bij jou is het dat jij ooit je eigen koffiezaakje wil hebben. Of je eigen lunchroom. Toch? Ja, toch? Alex. Oh, ik dacht dat jij dat ook wilde. Maar zal ik het dan maar verklappen? Ja, dan ga ik het nu voor altijd onthouden. Nou, het was commentator van het Songfestival. Oh ja, oh wat dom. Dat is hartstikke goed eigenlijk, Rutger, want... Nee, ja, nu doe ik mijn vest uit, okay. Hoor. Ja, hij voelt goed. Oké, 3, 2, 1. Oh, dit is echt heel erg om te doen. Oh, maar het voelt alsof hij zacht is. Alsof hij deukt helemaal in. Ja, maar het klinkt ook alsof hij... Ja. Ik ben bang dat deze te makkelijk is, aangezien je het net ook wist. Maar wat zijn mijn doopnamen? Oh, die weet ik. Want dat vind ik geniaal is niet mijn woord. Maar dat vind ik zo mooi. Ik dacht dat jij Rutger heet daardoor. Rudolf Gerard. Ja. Ik weet het pas 2 jaar. Ik dacht altijd... Ik snapte nooit waar Rudolf Gerard voor stond. Maar als je dus Rudolf, R-U-D, en dan Gerard, G-E-R, dan krijg je Rutger wel met een T. Ja. Maar dat wist ik, ben ik dus pas 2 of 3 jaar geleden achtergekomen. Heel dom. Oké, Rutger. Wie is mijn idool? Oh, meerdere heb je er. Als ik er 1 goed heb, dan... Nou, ik heb er maar 1 in gedachten. Dus ik ben benieuwd wie jij verder... Oh, shit. Ja, ik zit dan te twijfelen dat alsnog tussen Sieneke. Oké. Dit is dus een vrouw. Een idool is iemand die je zou willen zijn. Ja, maar... Ja.
Misschien wil ik wel een man zijn. Ja, Cornel maat. Ja! Ja, 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 yes, heel gelukkig. Goed. Vroeger heb ik heel veel hamsters gehad, echt. Ja, ik weet het. Noem de naam van één van mijn hamsters. Stoffer. Nou ja, hoe weet je dat nou weer? Ja, dat het zo'n lauwe naam is, dat vergeet ik niet. Shit. Stoffer en Harry. Ja. Harry inderdaad, en Henkie, ja. En Betty. Nee, maar, dat weet ik zeker. Betty werd op een gegeven moment ziek en toen werd ze heel erg dik. Toen had ik de Patty genoemd. Ja. De laatste vraag wordt zo onmogelijk voor jou. Want ik, jij ja? Nou, dat ga ik nu bedenken, een andere nog. Wat je gewoon niet kan weten. Oké. Okay. Oma Miep heet eigenlijk geen Miep. Wat? Ja. Ze heeft, toen ze jonger was, vond ze haar naam niet leuk en daarom heeft ze zichzelf Miep genoemd. Oh? Ja. Maar nu moet ik zeker maar zeggen hoe ze heette. Wat is oma's echte naam? Ja. Het is wel met de M. Mien. Denk ik. Ja. Mien. Oké, okay, fout. Nee, dit had ik niet kunnen weten. Dit heeft ze nooit verteld. Hoe heeft ze geheten? Maria. Maria. Oh. Ja, dat vond ze een beetje te, ja, niet zo bij haar passen. Nou, oké, okay. Deze doe ik voor oma Miep dan. Ach, heel lief. 6. Oké, okay, tel maar af. Haal maar even diep adem door je neus in, door je mond uit. Ja. Ik vind, ik heb geen goed gevoel hierbij. Nee? Nee. Ja, ik heb al heel de tijd geen goed gevoel, dus. Oké, okay, 3. 2, 1. Ah! Nee! Gaat ie? Nee! Oh, het is koud. Ach, dit ziet er heel zielig uit. Pak een handdoek. Oh, ach, dit is zielig. Jongen, ik weet niet of dit kunnen zien, maar... Allemaal salmonella. Gaat het? Nee. Wat vies, doe hier even die broek uit anders. Ja, dat wil je wel zien, hè? Ja. Het stinkt. En het is, ik vind echt eier... Snel afmaken deze video. Oké, Denise, wat gaf je mij vorig jaar voor mijn verjaardag? Wow. Ja, snel. Nee, daar mag ik wel even over nadenken. Nee. Weg hier. Hè? Ik weet niet eens meer wat ik in september. Je weet niet eens wat je afgelopen jaar hebt gegeven. Nee. Weet maar het jaar daarvoor, ja. Een Mediamarkt cadeaubon. Dat heb je me nog nooit gegeven, nee? Helaas. Nee. Dit jaar niet? Nee, ook niet vorig jaar. Oh. Het antwoord was... Een River Island cadeaubon. Oh! En want elke keer als ik bij River Island ja, ben, dan denk ik moet die cadeaubon nog eens... dan komt ik een druppel. Wacht, hier ook. Cadeaubon inleveren. Oh. Oh, maar die heb ik nooit bij me, omdat die te groot is. Het is zo'n irritante grote check in plaats van een pasje. Oké, okay, eindelijk moet je een ei pakken. Eindelijk! Ik ben een beetje zenuwachtig. Oh, heel erg zou dit zijn hoor, voor je haar en alles. Ik had bewust mijn haar nog niet gedaan. 3, 2, 1, doe het! Oh! Oh nee, shit! Oh, gelukkig. Oh. Het is wel weer duidelijk wie het beste kent. Denise heeft gewonnen en ik heb verloren. En dat zie je aan alles. Heel zielig voor je. Nou, Rutger gaat lekker douchen. Dan gaan we daarna nog een video op Denise de kanaal opnemen. Als ik weer helemaal fris en fruitig ben. Yeah. Dus klik even op Denise, dan ga je naar haar kanaal. Kun je die video ook checken. Nou, ik hoop dat je deze video leuk vond. Doe vooral even een duimpje omhoog voor deze Rutger challenge. Vond het in ieder geval erg leuk. Morgen is er natuurlijk weer een nieuwe februari video met een andere gast. Ik hoop je dan heel graag weer te zien. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei. Doei. Nu ga je als een douche. Heb je toevallig ook een iPhone? Volg me dan op Twitter, Instagram en Snapchat. Is Rutger Vink of Virtue, moet je even onder in beeld kijken. Staat het. Als je trouwens Android hebt, kun je me natuurlijk ook volgen. Dit sloeg nergens op. Ik zie jullie morgen weer om 3:30 met een nieuwe video. Tot morgen!